Deze ma, een aanning voor CDS-communicatie in Suriname. We wensen u een schutte maronde op 10 oktober. Take care. Ronnie Asabina is een ras-echte Suriname-man, geboren in het binnenland, daar getogen voor verdere studiedoelen in Paramaribo gekomen. Hier een, zijn universitaire opleiding afgerond en hij heeft ook in het jaar 2000 besloten om zich wederom te vestigen in het binnenland. En ik woon in het binnenland. En voor mijn werk en andere daarvoor in aanmerking komende en zaken ben ik in Paramaribo. Maar mijn hoofdverblijf is het dorp ja, waarin ik ben geboren en dat is het dorp Marshall Creek. Kijk, wanneer we praten over Fieman, dan praten wij over de nazaten van die Suriname, die voorouders, ja, die slaven die zich hebben vrij gevochten. Ze hebben hun vrijheid niet op een presenteerbordje aangeboden gekregen. Ze hebben zich onttrokken uit Katibo, we noemen dat slavernij. En die vier man zijn die nakomelingen van deze helden. Om te groeien in termen van succes te boeken, ja, vooruitgang te hebben in je leven, is één ding belangrijk. Bewustwording. En bewustwording staat en valt met het opdoen van kennis. Die mogelijkheid hebben, die toegang krijgen tot volwaardig onderwijs. Dat is heel belangrijk. Vandaag aan de dag maken we een situatie mee waarbij de VN 17 ontwikkelingsdoelen hebben. En in feite alle landen in de wereld zich hieraan hebben gecommitteerd. Betekent dat ze moeten werken eraan ter realisering van deze doelen, als ik mij niet vergis, ultimo 2030. Ja toch? En in feite als deze zaken, de Maron-gemeenschap, deze zaken beleven, deze ontwikkelingen beleven, deze rechten beleven, daarvoor gaan wij. Daarvoor is ook, als we teruggaan naar die strijd, dan heeft die strijd alles te maken met vrijheid. Als een van de fundamentele waarden, als je het mij vraagt zelf, het hoogste goed. Want zonder vrijheid ben je niet in staat om keuzes te maken. Zonder keuze te kunnen maken ben je niet in staat om besluiten te kunnen nemen voor jezelf, voor je omgeving, voor je land. En als deel van de wereldburger. Ja toch? En dat is heel belangrijk dat die Maron-samenleving ook in staat gesteld moet worden, ja, om haar eigen ontwikkeling ter hand te nemen. Maar ik zeg ook, als die mogelijkheid geboden wordt, dan moet men dat uitbuiten. Daarom blijf ik erbij en ik zeg, daar waar die doelgroep of die groep de hand in eigen boezem moet steken, ja, dat men dat moet doen. Omdat een derde jouzelf jou niet kan ontwikkelen. Yusrefi ontwikkel Yusrefi, want rasma kalanga wa anugiu, fi kan ontwikkel Yusrefi. Dus, sawani taki, je aladem buskonde sama. Fu namku, in a kader fu buskonde dei, fi iman pansu dei, na taki na wan dei, fu Polang aan jouw CV. Vooral in die attendici, bij stress de
isabito alibi makandra kondiri dus recreatie ya bi fanoudo massa unon fergiti le buskonde sama dati astrei sa de bigi wan fu bestrei ya onder alle omstandigheden proberi fu sabi sana astrei en sambe de abodule fu astrei dati ya de soriu taki vrijheid, fi, daarom de karu fi man pansu. E fi no fri, ya no libisma. Ya to? Son te fri, dat wan taki ide libisma, dan sma kan, ide instaat fu sma siyu en teriu le kwan libisma. En astrei be de wan strei, de astrei nok ba, anu de meku frei, en ude na dan saate da utaku de gba nei, shen le kwan estafette. Ya to? De duan pisi fawroko de langa injunu umuscharengo moro fara anele tire fawe nak anu tapo bor tak e mi bigisma isabito be de helden na so tamara te une de moro de pio na ubaka asemtal dati de mantaki datu mantaki uroko de fudu meku sabita ki wabi uroko fudu mp umuhora speaker junu srefi taki pouk moto pod na nga pou wanigo abi a antwoord tap de vraag disi. Densama, aini anning fu CDS communicatie din Suriname. We winsi u wang shuti maronde tapu 10 oktober. Tekade.